Dynamite might come in small packages. We brought a small little atomic bomb for you this morning in the size of 53 strong Northwest University Choir, per choir members here. And it's such a privilege. This is my groot eer, want hierdie is my mense. Pikke, say hello for South Africa. Als je tevoren met de IT is, want het volgend. Die dirigent staat langs mij, Kobus Venter. Hoe gaat het met jou, dude? Het gaat met mij wel goed. En ik kan hem dude noemen, want ik en hij was dus Roemas op tour terwijl ons op die, in die Noordwest jeugdkoor was. Back in the day. Maar dude, hoe gaat het met jou? Het twee jaar goed. Nadat jij die dirigent is van die koor. Ja. Hoe is die twee jaar voor je geweest? Fantastische ervaring. Het is een voorrecht om met die studenten te werken. Het is een voorrecht om muziek te kunnen doen samen met hulle. Dit was fantastisch geweest. Ik heb gewonnen, hoe kan je het recht om iets van een beheer te hebben oor hulle? Want jij is 26, de meeste van hulle is 26, 27. Hoe kan je dit? Is hy een goede dirigent, hulle? Ja! Wow! Oké, okay, checks in the mail. Maar hoe is die verhouding tussen jij en hulle? Ja, ons is rarig vrienden, denk ik, op een dieper vlak als net gewone mensen. Ja. En om samen muziek te maken, is dat net de speciaal bond. Wat mij zegt, en dit is spy special. Fantastisch. Jullie zijn nu eigenlijk op tour ja. Van die Weskaap. Waar treden we ons op? Ons het begin in George, van George of Hartenbos, Mossel Bay. Was het gestrand in die bos gesing, Stellenbos. En morgen is ons bij de V&A Waterfront. Hoe laat? Morgen 2 uur. 2 uur V&A Waterfront. Maak zeker, jij is daar. Maar nu tijd voor een beetje muziek. Wat zing je voor ons? Hide and Seek van Imogen Heap. Oh, mijn gunsteling. Wie is hulle? Die Noordwest Universiteit gewerkt. Van het weg. Speak no.
out your mouth. Give it up, man. What you say? I say that's a mighty fine way to start off a Monday morning. We'll see you just now after the break.